sta hier op het grasveld van SVDW 75, de amateurclub waar De Graafschap straks gaat trainen. Ze hebben na 6 wedstrijden nog steeds 0 punten. Kortom, er moet iets veranderen. Meneer Vreeman, goedemiddag. Als ik hier kom, ik heb de training gekeken, lijkt alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Nou ja, het is wel degelijk wat aan de hand dat je 0 punten hebt. Alleen als je van tevoren nagaat waar we vandaan komen en hoe het op dit moment gaat, is natuurlijk geen verrassing. Alleen je hoopt natuurlijk dat je meer had gehad. We verliezen er nu 6 en het moet gewoon beter en we moeten gewoon die fouten niet meer maken. Het is makkelijk gezegd dan gedaan. Gewoon blijven doen wat je eerder ook deed. Ook al verlies je een aantal wedstrijden achter elkaar, dat wil niet zeggen dat je dan helemaal down moet gaan zitten. We moeten gewoon echt wennen. We hebben gewoon veel Jupiler League ervaring en dat is toch wel heel anders met de Eredivisie. Dat kunnen we wel zien. Wat is de visie voor de rest van het jaar? Waar gaat het heen? Nou ja, goed, de dingen waar we dus nu mee bezig zijn, vasthouden. En dan zeker de goede dingen bedoel ik dan. En er zijn best momenten dat het absoluut niet goed is. Er worden fouten gemaakt en die moeten we eruit zien te halen. Je kunt daarmee spelen, hè? Je moet daar juist mee spelen. Die ruimtes. Mochten jullie degraderen, is dat een grote ramp voor De Graafschap? Het is een ramp voor elke sporter, want je wilt niet degraderen. En een ramp is dan geen moment van dat je dat op je cv hebt staan. En dat moet je niet willen. En dat moet iedereen ook uitstralen. Die lach van jou, is die al van je gezicht af? Of? Welke lach van? Nou, ik zit te kijken bij de training en ik zie jou continu met een brede grijns. Ja, je moet gewoon altijd blijven lachen wat er ook gebeurt. En, het is moeilijk dat we weer verloren hebben, maar gewoon door blijven gaan. Vorig jaar nog bij de amateurs en hij sta je in de Eredivisie. Ja, dat is een droom voor mij. Helemaal gisteren dat ik, was nog even wennen, om me heen kijken, dat ik in de basis mocht beginnen. Maar ja, het is echt mooi dat ik zo'n kans krijg. En dan nu, dan kom je hierheen, eerste sets wedstrijden, nog geen punten. Hoe staat het voor jou? Ja, wel even wennen. Ja. Ik heb, met verliezen heb ik nog nooit zoveel. Ik heb nog nooit zoveel verloren. En dat je nu 6 keer verliest, ja, dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Ja. Ik moet gewoon elke training gewoon kaart mijn best doen. En dat is het belangrijkste voor mij nu. En blijven lachen? Ja, sowieso altijd blijven lachen. Dat is belangrijk, ja. We hebben de trainer van De Graafschap gehoord, maar hoe zit het eigenlijk met de supporters? Ik ben bij de nummer 1, De Graafschap supporter. Tunnus Gierpet. Zo. Oh. Goeiedag. Goeiedag. Waar komen jullie door? We komen even babbelen als het mag. Zien we daar de bos? Mooi, Tunnus. Eerst een momentje om even over De Graafschap te praten. Wie doet niet liever? 6 wedstrijden, 0 punten. Is niet echt een goede start. Is niet echt qua punten een goede start, maar voetbaltechnisch, ze zijn aan het groeien. Ze gaan steeds beter voetballen. Ze hebben alleen nog geen punten ermee bereikt. En die zijn wel nodig? Die zijn heel hard nodig en die komen er ook wel. Want ze knokken er allemaal voor, ze trainen er allemaal hard voor. En de hele Achterhoek die staat erachter. En we blijven komen en we blijven gaan.